Welcome to Paul's Model Train Stuff. This is the last bit of the video I'm going to do in English. I've decided to switch back to Dutch. Doing it all in English has proven to be more difficult than I thought, and it's not giving me the the reward I was hoping for. So, thanks for watching. En vanaf heden dus in het Nederlands. Ik ben de laatste dagen bezig geweest met mijn laptop, DC++, een Arduino met MotorShield, hier een voeding, wat kabels die achterdoor lopen en een locomotief met een decoder. Het grootste deel van de dag ben ik kwijt geweest aan uit te vinden dat de decoder niet werkte, maar inmiddels heb ik het zover dat als ik hier op een knopje druk, dat de lampen aangaan en weer uit vanaf mijn laptop. Is haast niet te zien, maar toch. En even kijken, ik wil hem laten rijden. Goed, de baan is erg vuil, dus stoppen. Yes. En terug. Dus alle onderdelen werken nu. Ik ga eens kijken wat er met de oude decoders aan de gang is. En ik ga een video maken over hoe je dit in elkaar gezet. Wat er voor nodig is om dit zelf te doen. En hoeveel het uiteindelijk mij gekost heeft. Want dit alles bij elkaar. Decoder. Arduino. En die voeding is denk ik een stuk minder dan de meeste dingen die je in de winkel kant-en-klaar kunt kopen. En ik vind dit eigenlijk veel leuker. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.